Het is woensdag 28 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. 20 jaar cel voor moord om levensverzekering. 10.000 bijen op dak van Hilton Hotel gaan stadshoning maken. En Rotterdamse Markthal al voor opening een internationale trekpleister. En hier alvast kort het weer. Ed, krijgen we morgen eindelijk weer eens de zon te zien? Helaas Sinclair, ook op Hemelvaartsdag krijgen we de zon niet te zien. Het is een grijze dag. In de ochtend kan er zelfs nog hier en daar een klein beetje lichte regen of motregen vallen. In de middag en avond blijft het droog. Eind van de dag pas vanuit het noorden mogelijk nog een paar opklaringetjes. Temperaturen zo'n 16 à 17 graden en dat bij een matige wind uit het oosten. Maar er komt een flinke weersverbetering aan. Straks veel meer daarover. De hoofdverdachte van een moord vorig jaar in Pendrecht moet 20 jaar de cel in. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft de 26-jarige man een Rotterdammer gedood om het geld van zijn levensverzekering op te strijken. Het 28-jarige slachtoffer werd in februari vorig jaar doodgevonden in een woning in de Sint-Annelandstraat in Pendrecht. Hoofdverdachte en slachtoffer hadden samen een bedrijf. Samen bedachten ze het idee om de verzekering te tillen door een zware mishandeling in scène te zetten. Maar de hoofdverdachte besloot het slachtoffer te vermoorden om het geld niet te hoeven delen. Een mededader kreeg 5 jaar cel en tbs. En op de redactie verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, een plan om de verzekering te tillen leidt tot een moord. Hoe zit dat? De man had het idee om zich te laten mishandelen en dan zo het geld van zijn net afgesloten levensverzekering te kunnen opeisen. En dat mishandelen zou dan een compagnon van hem doen samen met een vriend. Nou, dat werd geen mishandeling. Hij is om het leven gebracht. De hoofdverdachte zei, ja, die mishandeling is helemaal uit de hand gelopen. De rechter die zei vandaag, ja, daar geloven wij niet in. Er zijn toch aanwijzingen dat er van tevoren al is nagedacht om de man om het leven te brengen. Zo werd er al gesproken over neersteken of wurgen. En er is nog drank en zijn sigaretten gekocht. En toen werd er al gezegd van, nou, dat laatste drankje en die laatste sigaret, die gunnen we hem nog wel. Justitie had tegen de hoofdverdachte 25 jaar geëist, maar de rechter gaf nu dus 20. Waarom is de straf lager uitgevallen? Nou, ze hebben gekeken naar soortgelijke straffen die al uitgesproken zijn. Die zijn steeds lager dan die 25 jaar. Dus zeggen ze, ja, het Openbaar Ministerie zat met die 25 jaar gewoon veel en veel te hoog. De andere man, de andere verdachte, heeft 5 jaar cel met tbs en dwangverpleging gehad. Dat komt, hij heeft een stoornis en er is een grote kans op herhaling. Dus hij is een gevaarlijk man, zo zei de rechter. Dankjewel, Jan-Roelof Visser. 13 ideeën zijn nog in de race om dit jaar het stadsinitiatief te winnen. U weet wel, de wedstrijd waarbij Rotterdammers op het beste idee voor de stad kunnen stemmen. Voor de winnaar is maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Over een van de kanshebbers is alleen veel discussie ontstaan. Het kanon van Rotterdam. Een plan om op de Coolsingel elke dag een kanon met confetti af te vuren. Verslaggever Justus Kooijman is op de Coolsingel. Justus, er is dus veel kritiek op dit idee? Ja, vooral op sociale media zie je toch wel verontwaardigde reacties over dit plan. Van zouden er nou echt 3 miljoen euro naar zo'n initiatief moeten gaan waarbij een kanon op de Coolsingel staat en confetti spuiten elke dag? Kunnen we dat geld niet beter besteden? Nou, dat zijn een beetje de reacties. Er wordt ook afgevraagd, maar stel dat die confetti dan hier op de grond ligt, wordt dat dan opgeruimd? Hoe zit dat dan precies? Nou, wij dachten, laten we dan eens kijken hoe dat dan gaat. We hebben een van de initiatiefnemers gevraagd om eens te vertellen hoe dat gaat. Gary Kolen, een van dus de initiatiefnemers van het Kanon van Rotterdam. We zien hem hier achter al staan, hè? Maar vertel nog even, wat voor plan is het precies? Het Kanon van Rotterdam is onderdeel van het stadsinitiatief. Er is een oud Rotterdams spreekwoord dat gaat, na zessen kun je op de Coolsingel een kanon afschieten. We vinden dat idee een beetje achterhaald. Wij vinden namelijk dat Rotterdam een stad is die leeft. Rotterdam is een stad die iets te vieren heeft. Daarom draaien wij het spreekwoord om en vuren wij elke dag om 6 uur een kanon af op de Coolsingel. Ja, een soort nieuwe traditie en dan echt elke dag, hè? Echt elke dag, stipt om 6 uur. Als er wat te vieren is, sta je hier en kom bij het kanon kijken. Het is inderdaad, we hopen een nieuwe traditie te worden. In Rotterdam is natuurlijk veel geïnvesteerd in stenen, maar weinig in software en in traditie. En wij willen dat graag introduceren. Ja. En nou is er veel verborgenheid over die 3 miljoen euro die jullie zouden gaan gebruiken. Is het inderdaad echt zo duur? Nee, het is jammer dat die reacties zijn ontstaan. Wij hebben een begroting ingediend voor 6 ton. We zijn veruit het goedkoopste stadsinitiatief. En daarnaast ben je voorzien van een kanon voor 3 jaar lang met onze begroting. Dus ik vind het heel erg jammer dat die reacties er zijn. Ja. Nou, hoe dat eruit gaat zien, dat gaan we zo meteen zien. Hier achter me staat al dat kanon op de grond. We gaan de laatste dingen gereed maken en dan zullen we straks aan het eind van de uitzending laten zien hoe die confetti hier voor het stadhuis op de Coolsingel door de lucht waait.
Erg spannend, Justus. We gaan het dus straks zien aan het eind van de uitzending. En zometeen 10.000 bijen op weg naar het Rotterdams Hilton Hotel. Ik word wel eens gestoken. Hier loopt de koningin met het stiep op de rug. Ga dat heel snel weer terug doen. In het Rotterdamse Centraal Station was het vanmiddag een gezellige boel. Maar wel met een serieuze reden. Wolter Kroes verzorgde namelijk een optreden om aandacht te vragen voor de spierziekte MS. Omdat het vandaag Wereld MS-dag is, reed Kroes met de trein door heel Nederland. En natuurlijk kwam hij ook langs Rotterdam. Rotterdam, yes! Wolter Kroes werd ambassadeur nadat hij voor een televisieprogramma met een MS-patiënt optrok. Hij vindt het belangrijk dat er meer aandacht en geld komt voor de ziekte. Weet je, het is een ziekte die zo vreselijk is, wat niet meer overgaat. Hè? Er is nog geen kuur tegen gemaakt, er is nog geen genezing mogelijk. Het moet gewoon onder de aandacht komen. Het is hartstikke leuk ook om te doen. We ontmoeten heel veel mensen met MS vandaag. En die dankbaarheid, die warmte van die mensen. En ja, er moet gewoon wat gebeuren. Voor MS-patiënten is aandacht voor de spierziekte belangrijk, omdat het langzaam maar zeker de dood tot gevolg heeft. De oorzaak is nog onbekend en onderzoek is dus belangrijk. In Nederland hebben 17.000 mensen MS. Ja, hartstikke goed. Eindelijk krijgen we een beetje erkenning, want er is nog te weinig bekend over. En zolang er geen genezing is en ja, mensen eigenlijk niet eens weten wat het inhoudt, is het goed dat er nu eindelijk landelijk promotie aan wordt gebracht, eigenlijk maar zo te zeggen. Na twee liedjes was het alweer tijd om de volgende trein te nemen. De Wereld MS-dag wordt vandaag in 70 landen gehouden. De wethouders in Dordrecht zijn in opstand gekomen. Ze zijn het niet eens met de nieuwe indeling van de raadzaal. Uit protest gingen ze gisteravond op de perstribune zitten. Na een korte verbouwing, die werd uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad, zit de burgemeester nu centraal met de griffier. Daarachter op een eigen rij zitten de wethouders. Maar omdat de burgemeester verhoogd zit, zijn de wethouders bijna niet meer te zien. De wethouders zijn daarom helemaal niet blij met de nieuwe plek. Ze vinden dat dit geen eensgezindheid uitstraalt. Rotterdam en architectuur, dat zijn twee handen op één buik. Maar architectuur is meer dan alleen gebouwen. Dat kun je ervaren op de tweejaarlijkse internationale architectuur Biennale Rotterdam, die op Hemelvaartsdag opengaat voor het publiek. Want dit keer onderzoekt de Biennale de relatie tussen de stad en de natuur, urban by nature. De zesde internationale architectuurbiennale Rotterdam. Kloppend hart is het museumpark. In de kunsthal, het Natuurhistorisch Museum en het Nieuwe Instituut zijn tentoonstellingen georganiseerd rond het thema stadsnatuur. Nou, dan kunnen we hier wel een aardige indruk krijgen. De Rotterdamse havenactiviteiten hebben zich verplaatst naar het westen. De stad heeft zich verder ontwikkeld, onder andere wonen, werken en toerisme. Is dit nou het moment om de kans aan te grijpen om die stadsnatuur te ontwikkelen? Of hebben we al kansen laten liggen? Nou, ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat Rotterdam al een hele hoop kansen heeft gegrepen om stadsnatuur te maken of te laten ontstaan. Het eilandje bij de Brienenoord, de landtong Rozenburg. Maar ook in de stad gevels zo behandelen dat er vleermuizen en vogels in kunnen wonen, bijen hotels maken. Er kan verschrikkelijk veel in die stad. En je ziet dat het aan alle kanten opgepakt wordt. Stadsnatuur, het is meer dan een park alleen. We zeggen ja, een park, hè, dat is niet natuur en wat er omheen is, is stad. Nee, de stad is onze natuurlijke leefomgeving. Wat we zien is dat de relatie tussen groen, blauw, het water en de manier waarop water in de stad aanwezig is, en rood, de gebouwde omgeving, dat die op een heel andere manier met elkaar gaan samenwerken. Dus dat je in een natuurlijke zin veel vriendelijkere omgeving krijgt. Met relatief minder beton en met een veel aangenamere manier, die eigenlijk misschien wel veel beter bij ons als mensen past. Een veel natuurlijkere manier om in zo'n stad te leven. En een stad die dan tegelijkertijd veel weerbaarder is voor als het water omhoog komt of als we voedselproblemen krijgen enzovoort. En in welk jaar zijn we dan beland? Ik denk dat daar nog wel 20, 30 jaar overheen gaat. Steden maken is een langdurig proces.
Knuffelen met dieren. We doen het bijna allemaal wel eens. Maar doen we het ook goed? Op stadsboerderij Wijzicht in Dordrecht is een aantal knuffelcoaches actief. Vrijwilligers hebben zich daar gespecialiseerd in het kroelen met dieren. Verslaggever Sanne Tijn kreeg een lesje geitjes knuffelen van knuffelcoach Ingrid de Bruin. Hi lieverd. Hoi. Hoi. Hallo. Hoe is die? Hoe is het met jullie? Het is rustig vandaag. Als mensen het woord knuffelcoach horen, dan is het al gauw van, oh, leer jij mij knuffelen? Of wat doe je ermee? Eigenlijk ben je eigenlijk de waker. Waker, dat klinkt zo stom. Maar in ieder geval, je zorgt ervoor dat die interactie tussen mens en dier zo prettig mogelijk verloopt. Zowel voor het dier als voor de mens. Nee, geen diertje thuis. Daarom kom je natuurlijk hier. Dan kan je met de dieren kroelen. En ze aaien, kijken hoe het met ze gaat. Kinderen die zijn heel enthousiast en die willen dan Die willen dan de dieren gaan aaien, maar soms springen ze er bijna bovenop. Nou, dan loop je naar zo'n kindje van... Ondertussen komt er eentje gewoon spontaan met mij kroelen. Ja, die denkt, hé, dat is een mooie dame, die wil ik ook wel even zien. De techniek. Van voor naar achter. En hier in het nekkie, hè? En je achter in de nek lekker een beetje zo. Dat vindt hij lekker. Dat vindt hij lekker, ja. Kijk. Ja. Nee, je ziet het. En kan ik dit thuis ook toepassen? Zeker. Ik kan het al licht proberen. En veel meer dierennieuws, want er is sinds vandaag een bijenvolk actief op het dak van het Rotterdamse Hilton Hotel. De beestjes moeten voor potten vol echte Rotterdamse stadshoning gaan zorgen. Plannen om in heel Rotterdam bijenkorven neer te gaan zetten. Deze echte Rotterdamse bijen zorgen sinds vandaag voor echte Rotterdamse honing. Vanuit deze kast op het dak van het Hilton Hotel. Ja, deze zijn niet zo blij. Die vinden het... Ja, ze zijn nu wel redelijk rustig. Dat begon vanmorgen wel anders. Mooie kapellen zijn er. En ik ben nu op zoek naar het adres van Bernard Filerius, de oude voorzitter van het Ambrosiusgilde. Want die heeft onze bijen, dus de bijen van het Hilton, eventjes bij hem geparkeerd. De bijen komen van het dak van Imker Schalkwijk. Eigenlijk te dicht bij het Hilton Hotel om ze rechtstreeks te kunnen verhuizen. In Moerkapelle zijn zijn oude standplaats in Rotterdam inmiddels vergeten. Vliegen ze straks gelijk terug naar het dak van het Hilton. Dus daar gaat de hele bijenkorf. Er zit één volk in. Eén koningin, 20.000 bijen denk ik. En die zijn honing aan het maken. En als ze aan één ding de pest hebben, is het schudden en trillen van de kast. Daar worden ze agressief van. Dus alles zit met spanbanden extra goed vast. En als die spanbanden losschieten, dan hebben we een 15.000 bijen hier in de auto. En dan, dan heb ik hier mijn kap voor de zekerheid maar naast me liggen. En dan, gaat dat nog helpen dan? Altijd een beetje. De eerste echte Rotterdamse stadshoning is inmiddels al verwerkt in dit echte Italiaanse roomijs. Binnenkort is er voor de gasten van het Hilton Hotel ook echte Rotterdamse honing bij de thee. Want de bijen hebben de reis doorstaan. Er wordt bijna niet gestoken. Het is absoluut een veilige plek voor de bijenkorf. Hier komt nagenoeg niemand. En zeker niet voor de kast. En dan is er echt helemaal niks aan de hand. En in het centrum van Rotterdam staan voldoende lindenbomen om eindeloos nectar en stuifmeel te verzamelen. Voor heel veel potten echte Rotterdamse stadshoning. Dennis van Eersel op de redactie. Zaterdag begint in Den Haag het WK hockey voor mannen en voor vrouwen. En de oranje mannen moeten zondag voor het eerst aan de bak. Ja, het gebeurt allemaal wel zonder Olivier Polkamp. Hè. Die speler van Hockeyclub Rotterdam zat heel lang bij de voorselectie van bondscoach Paul van As. Maar toen het daadwerkelijke lijstje daar was van de spelers die naar het WK mogen, toen stond de naam van Polkamp daar niet meer bij. Gisteravond speelde Polkamp met zijn club Rotterdam een oefenwedstrijd tegen Maleisië, ook een deelnemer aan het WK. Voor Polkamp is het contrast groot. Nadat hij een tijdje terug nog met Oranje op trainingskamp was in het zonnige Spanje,
speelt hij nu in de regen in Rotterdam. Toch is het slechte nieuws inmiddels bezonken. Ik ben eraan gewend. Nee, het ging bij mij wel vrij snel. Ik was 2 dagen, of tenminste een dag, was ik even heel boos. En wij hoorden het op maandag. En toen dinsdag werd het bekend, dus ben je nog een dag een beetje geïrriteerd erover. Maar daar liet ik het wel snel varen. Ik bedoel, het is de keuze van de bondscoach. En hij kiest voor anderen en dat is zijn goed recht. Ik vind het heel jammer. En ik vind het onterecht, maar dat vindt iedereen die afvalt, die vindt het onterecht. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. En ik ben er lekker overheen met andere dingen aan het doen. Dus lekker hier aan het hockeyen. Het WK hockey wordt in eigen land gehouden, in Den Haag. En ook al heeft Polkamp het verwerkt, het maakt het nog zwaarder en nog zuurder om dat te moeten missen. Ja, op het moment dat het hoort is het natuurlijk heel lastig. Kijk, je leeft er toch naartoe. Je bent er wel de hele tijd mee bezig. Je zet een hoofd aan de kant, dus dan is het zeker even lastig. Maar ja, ik ben niet iemand die dan een hoekje gaat zitten en zichzelf zielig gaat vinden. Ik bedoel, we gaan door. Dus nee, nu leuk weer hier. Nederland speelt zondag, zonder Polkamp dus, in hun eerste WK-wedstrijd tegen Argentinië. Ook nog het laatste voetbalnieuws voor je. Er hebben zich meerdere clubs uit de Eredivisie gemeld bij de zakenwaarnemer van Paul Gladon. Die spits van Sparta staat dus in de interesse van FC Utrecht, maar ook van FC Dordrecht, dat hem vorig seizoen al huurde van Sparta. De club waar misschien dus niet de toekomst van Gladon ligt. Dankjewel, Dennis van Eersel. Rotterdam wordt steeds meer geprezen om de architectuur in de stad. Vooral de Markthal gooit hoge ogen. In binnen- en buitenland zijn er lovende woorden voor het bouwwerk en dat terwijl de Markthal nog niet eens af is. Architect van de Markthal Winnie Maas en kunstenaar Arno Koenen hebben dus alle reden om trots te zijn. Hartscore. Het hart van Rotterdam, uit puin en as herrezen, klopt weer als een zweer en niemand houdt het tegen. Het is de motor van het land, de bron van alle leven. Het middelpunt van het heelal, het brood waarvan we eten. Het hart van Rotterdam mag dan een kunsthart heten. Het is het centrum van het nu, de harde kern van heden. Prachtig. Om bouwen, zo'n kunsthart. Dat is, is wel het gave van dat gedicht. En dat, dat dit een beetje eraan helpt. De bouw van de Markthal zit in de eindfase. In oktober gaat hij open. De architect van de grootste passage van Nederland en de kunstenaar van de enorme plafondschildering nemen een kijkje op de bouwplaats. Kijk, daar zie je ook die Jacobsladders. 10 jaar geleden kiest de gemeente Rotterdam voor een overdekte markthal voor 7 dagen in de week. Het architectenbureau MWRDV komt met een gewaagd ontwerp door wonen en markt te combineren onder 1 grote boog. Ja, in plaats van zeg maar zo'n 2 schijven met een markthal tussen, hebben we toen omgekeerd. Zeg van nou. Maak dan een hal die gedragen, die gemaakt wordt eigenlijk door de woningen. En waarbij je vanuit de woningen altijd ook in die hal kunt kijken. Dan, en tegelijkertijd maak je dan natuurlijk ook een ruimte die een beetje zoals een soort kathedraal is voor voedsel. Dan heb je 2 kathedralen, eentje die toch niet meer als partycentrum gebruikt wordt. De Lauwerskerk. En de kerk. En dan deze hiernaast voor het voedsel. De buitenboog wordt bescheiden bedekt met de grijze stoeptegels van Rotterdam. En de hal van binnen, die moet een blikvanger worden. Een moderne variant op de Sixtijnse kapel in Rome, waar het scheppingsverhaal rijkelijk wordt verbeeld. En dat betekent inderdaad dat je je weg zou moeten vinden tussen in het beeld. En daar moet veel in te zien zijn, was een idee. En dat je dan ook een beetje, als je terugkomt, weer iets anders ontdekt. Daar is het gebouw donker. Ja, ik zie inderdaad wel stralen. Daar zie je door die Jacob. Kunstenaar Arno Koenen wint de opdracht. Er zijn geen echte ladders. En creëert een modern scheppingsverhaal. Het hele beeld is opgebouwd eigenlijk rond de zon. Wat natuurlijk de bron is van al het leven uiteindelijk op aarde. En van daaruit worden eigenlijk al die groenten en al dat eten, al die wilden eigenlijk over ons uitgestort. En dat is natuurlijk de markthal. De markthal is natuurlijk een soort hoorn des overvloeds. Als je straks binnenloopt, al die dingen die daar liggen. Het kunstwerk is immens. Met 11.000 vierkante meter, zo'n 2 voetbalvelden, is het misschien wel het grootste ter wereld. En om dat voor elkaar te krijgen, is het modernste technisch vernuft van stal gehaald. Een schaakbord aan onderdelen die allemaal 30.000 bij 30.000 pixels waren. En dat ook weer in verschillende lagen. Dus het is eigenlijk nooit 1 plaatje geweest. Het is altijd een soort heel ingewikkeld verhaal geweest van... Een gatepuzzel. Ja, van een puzzel van plaatjes en dat ook nog weer in 5 lagen. Dus het is niet alleen een scheppingsverhaal van de natuur, het is ook nog eens een keer een technisch wonder dat het hier kan hangen. Ja, dat was een scheppingsverhaal op zich. De finishing touch van het kunstwerk wordt een 3D-projectie van vallend fruit en groenten. De Rotterdamse Markthal is een kathedraal van buiten en een Sixtijnse kapel van binnen. Het is een kunsthart, maar het is hardcore Rotterdam. Ja, op verschillende manieren, want hardcore is een kwaliteit. Je wil gewoon een ruimte maken die...
die groot is en die potverdorie die hoort bij deze maat van deze stad. Maar je wilt het ook doen met woningen, met mensen die er gewoon wonen daarin. En met een soort directheid van dit wat het is. En dat vind ik wel de schoonheid van Rotterdam. En ook niet verbloemen. En dat je het probeert eigenlijk zo rechtstreeks mogelijk ook dan te bouwen. Dat vind ik wel cool. Broeden tussen het afval of een nest van ijzerdraad. Voor dieren in de stad is het heel normaal, maar voor de mens blijft het iets aparts. Om iedereen te laten zien dat de stad ook natuur is, opent morgen in het Natuurhistorisch Museum de tentoonstelling Pure Veerkracht. Op het eerste gezicht is er niet zoveel te zien, maar wie goed kijkt ziet dat de meerkoet wel een hele gekke plek voor zijn nest heeft uitgekozen. Ja, er is een meerkoet die heeft plaats ingenomen van de fontein. En men is van gemeentewerken zo attent geweest om de fontein uit te zetten. En nu de meerkoet daar op een nest gevormd heeft. Deze meerkoet in een park in Lombardije is zeker geen uitzondering. Veel dieren in de stad kiezen een bijzondere broedplaats. Het hoort allemaal bij de natuur van de stad, vindt Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum. Het is niet erg. Het is natuurlijk wel erg dat mensen zoveel afval in het water gooien of dat ze dit laten gebeuren, dat ze niet opruimen. Maar de natuur, zwanen en andere watervogels, die maken er op de een of andere manier toch weer heel goed gebruik van. Neem bijvoorbeeld deze zwaan. Een zwaan staat ook bekend als een vogel die bij het water broedt. En die kan zelfs een nest maken van drijfvuil wat hij in zijn omgeving vindt. En het deert hem helemaal niks. Het maakt hem helemaal niet uit of hij nou waterplanten gebruikt of afval. Hij maakt er een nest van en zit vrolijk te broeden. De tentoonstelling over stadsnatuur is vanaf morgen te zien. En tot slot het moment waar we allemaal met spanning naar uitkijken. We gaan namelijk terug naar verslaggever Justus Kooijman op de Coolsingel, waar het kanon van Rotterdam de eerste confetti over de Coolsingel zal afvuren. Het kanon is een van de geselecteerde ideeën voor het Rotterdamse stadsinitiatief. Ja, terwijl het hier steeds harder gaat regenen op de Rotterdamse Coolsingel, is er zowaar wel wat publiek afgekomen op de demonstratie van het kanon van Rotterdam. Nou, ik zou zeggen, gaan jullie gang, laat maar zien hoe het eruit ziet. Van het kanon van Rotterdam wordt opgedragen aan alle Rotterdammers. Wij doen dit om te vieren dat de dag nog niet voorbij is. Het eerste kanon van Rotterdam dus. Overigens, die confetti die hier nu op de grond ligt, die gaan ze niet opruimen, heb ik me laten vertellen. Het is allemaal duurzame confetti, het gaat vanzelf weg. Maar goed, dit is dus het idee wat eventueel kan gaan winnen als stadsinitiatief. Binnenkort weten we of dit idee door de selectie komt van het stadsinitiatief. En dan mogen volgens Rotterdammers gaan bepalen of dit elke dag binnenkort gaat plaatsvinden. Spectaculair, Justus. Nou, succes met vegen daarin, bedankt. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website, rijnmond.nl. Nog een prettige dag.